Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog slash review. Mensen zijn gewend dat ik altijd 1 kermis per keer doe. Het loopt nou helaas einde seizoen. Het is nu ook 30 oktober, morgen Halloween. Maar we gaan nu proberen 4 kermissen te bezoeken. We starten hier in Zoetermeer. De eerste keer dat ik hem ga bezoeken. Er zijn een paar zaken die ik dit jaar nog heb gedaan. Tevens een jaartje of 4-5 geleden nog heb gedaan. Dus leuk om zaken opnieuw te gaan opzoeken. Na Zoetermeer gaan we richting Rotterdam Schiehaven. Waar we eigenlijk voor zijn gekomen, voor de echte review. En daarna gaan we, als het nog mee zit, door richting Breda. Dan mijn eigen kleine thuiskermetje Bergen op Zoom, de najaar. En daar gaan we tevens ook afscheid nemen van een webje. Van, zit alles op zijn plekje? Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke video waar we hier vanuit Zoetermeer starten. Attributen van een spin, bijtels, messen, een clownsgezicht, ja echt leuk. In ieder geval, het is eigenlijk een beetje de eerste Halloween kermis die ik bezoek, dus ja, het is weer iets anders dan wat ze in pretparken doen. Nou, dit ziet er echt best wel leuker uit, met een afgehakte voet en een arm. Ja, echt leuk. En zo gaan we verder, die kant op richting de allereerste zaken. Ja, en dan heb je daar een leuke pompoen met vuurkorfjes. Ja, het ziet echt leuk eruit. Simpel, maar heel erg leuk. En zo komen we dan aan bij de allereerste zaak, dat voor ons jaren geleden is, de Parajump van Van Eckenbouw, als ik het goed heb. Een witte gebouw bij KMG. We gaan sowieso onride en offride doen. En later op de YouTube kanaal de volledige onride en offride van de Parajump. Maar echt waar, de Parajump van Van Eckenbouw, een witte gebouw bij KMG. Voor zijn leeftijd, hij is echt lekker soepel. Het was echt een leuk ritje dat we hebben gehad. Half snel, linksom, rechtsom. Ja, lekker gecombineerd. Zoals een leuk singletje doorheen. En ik zie wel op meerdere plekken van zulke leuke aankledingen. Van een heks of keteltje. Doodskop, bloedige messen. Het is echt leuk aangeleid voor Halloween. Echt simpel, maar wel leuk. Het is weer iets anders dan ik ben gewend in het pretpark in de wereld. Maar zo komen we bij de volgende attractie. En je ziet het al, het is deze street dance. Van de Wiel en ARM breakdance, gebouw bij ARM uit Engeland. En voor het laatst nog gezien op de kermis in Nijmegen. Tevens kan je daar een onride en een offride van truck vinden. En je hoeft er vrij weinig voor te doen, of je krijgt een gommel eigenlijk al in de spin. En de gommelrem? Nee. Het is een leuke breakdance om te doen, maar houd ook bij je op. De rit is een beetje gevaarlijk, maar dat kan je ook horen in de onride die we hebben opgenomen in Nijmegen. Hij is leuk aangekleed, maar echt qua favoriete breakdance is het niet. Aankleding is leuk, maar dat houdt ook gewoon echt bij je op. Want ik vind het toch nog steeds een beetje een gevaarlijke breakdance, als ik eerlijk mag zeggen. Het is niet om de exploitant af te kraken, maar het is gewoon een fight. Ofwel, de Strieders van de Wiel, een breakdance gebouw bij ARM Ride. En nou gaan we
naar een Uncharted Funhouse toe. Ja, dames en heren, ze komen bij de volgende zaak. Het is de Summer Beach Party Point nu. Vroeger had het reizend onder Ekkelboom. Maar nu is het dit jaar onder Kraak. Het is een politieke gebouw bij Bakken. Ofwel, ja, een bakkenpoliepje. Eigenlijk een spiderpoliep. Maar deze hebben we voor het laatst nog gezien op die leuke kermis tussen Groningen en Drenthe erin. Laag tussen Leek en Nietop. Ofwel, ja, dus hebben we hem na lange tijd weer voor het eerst gedaan. En deze kan je daar het online van terugvinden. Tevens offline van de Summer Beach Party Pony van Kraak tegenwoordig. We vroegen altijd onder Ekkelboom geweest, maar nu tegenwoordig onder Kraak. Het is een leuk en een mooie spiderpoliep om te zien en om te doen. En dan gaan we naar de overburen. En dan stevens de Uncharted Funhouse. Een funhouse, deze is ook gebouwd bij Ekkelboom. En reist onder Bakkal of zoiets. Heel lange tijd hebben we gezien, volgens mij de laatste keer was 2020 tijdens de coronakermis in Alphen aan de Rijn. Er stond hij tevens naast, of een stukje naast, de Infinity van Hoefnagel, zou ik nog heel goed gaan weten. Maar in ieder geval, we gaan hier even een all-right walkthrough opmaken op de Uncharted Funhouse van Bakkal. En dan gaan we door richting de laatste zaken die daar al zien staan. Maar we gaan eerst lekker de funhouse doen van Uncharted Funhouse van Bakkal, als ik het goed heb. En ze komen bij de volgende zaakje, steeds de Volcano Power. Een bedoelde reis het onder van de heuvel, van het laatst nog gezien in Huizen. Ook iets van 1, 2 jaar nog voor de coronatijd, van was 2017, 2018. En nu weer opnieuw terug herzien, herbeleven. We gaan er sowieso een rondje op maken om tevens oprijd van de Volcano Power van de heuvel. Rij door richting de volgende zaak. En dat is gone in 60 seconds. Een uitscooter reizend onder Ekkelboom. Ja, ook een hele lange tijd niet meer gezien. Maar het lijkt erop dat de meeste attracties die staan over Ekkelbomen zijn. Of waren. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje georganiseerd is door van Ekkelbomen. Dat durf ik niet te zeggen. Maar tevens staan hier de laatste gebouwde autoscooters op van Bettazon. Dus ook weer heerlijk. Hier Italiaanse kwaliteit. Kermis. En we hebben hier nog de helilanding voor het laatst nog gezien. Op de kermis in Steenbergen. En dan kermis. Hier in Zoetermeer. En nu gaan we door richting Rotterdam. Richting Rotje Klok. Ja, dames en heren, terwijl dat Zoetermeer hier zijn laatste dag de kermis gaat wegdraaien, gaan wij nu door richting Rotterdam, richting de Schiehaven. Ja, hier op Zoetermeer was steeds voor mij ook eigenlijk de allereerste keer dat ik hem heb bezocht. Het is een leuk kermisje voor ieder wat wilt, voor echt voor groot en klein. Er staan echt leuke zaken. Misschien wel een leuk meepakketje voor eventueel volgend jaar, Zoetermeer. Het was leuk om de parajump van Van Ekkelboom weer gedaan te hebben. Tevens de Volcano Power onder Van de Heuvel. Was ook weer leuk om hem gedaan te hebben. De Uncharted Funhouse. Ook weer leuk om gezocht te hebben. Maar we gaan niet al te lang maken. We gaan nu lekker richting Rotje Knor. Richting de Schiehaven. En lopen toevallig voorbij de vrachtwagen van Nicky Arriaans. Toevallig gaan we op Rotterdam een paar zaken tegenkomen van Arriaans. Toevallig. Of wel heel toevallig dat hij hier staat. Maar we gaan dus nu richting Rotterdam een paar leuke zaken tegenkomen van Arriaans. Nou, dames en heren, zoals je ziet zijn we op de Schiehaven aangekomen. In ieder geval, er staan heel veel zaken die we eigenlijk al het afgelopen seizoen hebben gezien. Tevens hebben gedaan. Ja, ik vind het ook een beetje leuk om funhouses te gaan doen. Cakewalks en voor zulke soort loopzaken. Er zijn hier een paar leuke die we hebben gezien, maar niet hebben gedaan. Maar ja,
ik neem jou een rondje hiermee over de skihaven te Rotterdam. In ieder geval, we hebben de voorjaar gehad, nou de najaar. En straks nog eventjes naar Breda toe als de tijd zover en goed is. En dan richting Bergen op Zoom. We gaan nemen van een wipje. Tevens hier gaan we uit afscheid nemen van een funhouse. Namelijk de Crazy Circus van Spelbrink. Ik weet niet of dat hij verder gaat reizen onder een andere exploitant. Of dat hij naar het buitenland toe gaat. Dat weet ik niet. Maar we gaan daar wel even lekker een rondje op lopen. Op de Crazy Circus Funhouse. En gaan allerlei andere leuke zaken hier op de skihaven bezoeken te Rotterdam. En ze schieten echt als paddenstoel uit grond. De Pink Dates, die kennen ze niet. Maar dit is ook te zien weer een nieuwe, want deze heb ik nog nooit gezien. En hij ziet er best wel leuk uit qua bovenboarding en de borden op de rand. Mooi met de micro-ledjes, dat ze tegenwoordig in Duitsland heel veel mee bezig zijn. Nou, hier in Nederland dus ook. Maar het is ook best wel een mooie Pink Day om te zien. Welke expertant dat het is, dat weet ik niet, maar het is volgens mij ook wel weer een nieuwe. En zo gaan we richting een spinning coaster. Ja, daar is het. Komen wij hier voor de zaak steeds de Magic City van Sipkema. Een Spiegel Doolhof, ja, volgens mij uitgebouwd. In ieder geval voor het laatst nog gezien was op Harderwijk. En dat stond best op een leuke plek, hier ook. Maar dit zijn altijd wel van die leuke, maar ook moeilijke labyrinthen om te doen. Ofwel de Magic City van Sipkema. Ja, dan zitten we aan bij de voorzijde steeds de spinning coaster van Boelalda. De grote achtbaan die ze hebben, op de voorjaar stond hier de Supermouse van de Voer. Maar nu is het stokje overgegeven aan de spinning coaster van Boelalda. Het type classic spinning coaster gebouwd bij Revenson. Op verschillende kermissen gezien, tevens gedaan. In Alkmaar sowieso gedaan. Daar staat tevens ook een onride van de lijn. Ja. Leuk dat ze afwisselingen doen tussen de exploitanten qua classic spinning coasters. En dit is dus van Boelalda. Een hele leuke en die is soepele baan. Die goed wordt onderhouden. Maar ook deze andere muisbanen van de Voer, van Boelalda, noemen ze maar op, worden gewoon goed onderhouden. Maar dit is een leuketje om te zien en om te doen. En leuk dat die nou op de plek staat van de Supermuis van de Voer. En nou gaan we het boekje om. En dit is dan de Mirage, tegenwoordig een balspel dat je de bal over de heuvel moet proberen te brengen. Vroeger was dit altijd een dartkraam, naar mijn weten. Maar deze hebben we al verschillende keren dit seizoen gezien. Vooral de Mirage, special voor horseshoe. Ja, het is een leuke, mooie zaak. En daar hebben we dan nog een Jules-kraam. Ik denk dat dit een nieuwe is, want deze heb ik nou nog nooit gezien. Maar dan gaan we een beetje de hoogte opzoeken. Ja, daar zijn we zo aan bij de volgende zaak. Dit is de mega booster van Bakker. Ja, mega. Het is een normatige booster, gebouwd bij de fabriek. Op verschillende camps al gezien. Ze heeft ook gedaan. Tevens is er een offride en online. Offride en een online gekomen van deze mooie booster. Ja, hij zit echt lekker goed in de verlichting. Dus ja, echt een restyle. Ik ben benieuwd hoe ze eruit zal komen te zien. Maar tevens rijden deze dus onder bakken. Een middelmatige booster gebouwd bij Fabri uit Italië. Tevens kan ik je vast vertellen dat er volgend jaar of het jaar daarop nog een middelmatige booster gaat reizen. Maar dan onder een van mijn favoriete exploitanten uit Bergen op Zoom. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ja, er komt dus nog zo'n booster erbij.
Vroeger waren ze echt in aantrek, daarna jaren niet meer. En nu beginnen ze een beetje op te leven. Dus ja, leuk dat er weer veel intentie is voor dit soort boosters van Fabri. Dan gaan we naar de overburen. Eerst deze Euro Flyer van Sergius Bosma. Ook op verschillende camps gezien, tevens gedaan. En ja, hij staat hier zeg maar, een beetje op de plek van waar de A2 XL heb gestaan. En ja, meestal staat hier ook wel eens een breakdance of andere zaken. Maar tevens kan je online van deze Starflyer om een YouTube naar deze Coast Community zien. En tevens is deze gebouw bij Akerride. En dan draai je door naar de volgende. En dat is tevens de Crazy Circus van Spelbrink. Een funhouse die gekocht is. Ik weet niet of dat deze in Nederland zal blijven reizen. En zo ja, waarschijnlijk onder exploitant. Maar het kan zijn dat hij naar een andere exploitant toe gaat of naar het buitenland toe. Dat weet ik niet, maar helaas gaat deze dus binnenkort niet meer onder Spelbrink reizen. Maar hun hebben een andere funhouse besteld bij Gossetto uit Italië. Dus ja, ik ben benieuwd naar hoe die er zal komen uit te zien. We gaan even een rondje opmaken op de Crazy Circus van Spelbrink. En dan later op dit kanaal de volledige Alright Walkthrough van de Crazy Circus. En daar gaan we door. Richting de volgende zaak alweer. Ja, dames en heren, van de Crazy Circus van Spelbrink. Die helaas na morgen naar Engeland toe gaat. Omdat jij helaas aan verkocht. Waardoor ik de volgende zaak. Dat is tevens een buggybaantje. Bouwen zeggen we helaas niks. Deze exploitant niet. Ook de eerste keer dat ik hem eigenlijk zie. Maar ja, hij ziet er echt leuk uit. Simpel met die palmboontje. Het naambordje Buggies ziet er leuk uit. Ja. En even maar serieus, de buggies die erop staan, die hebben zo leuk uit. Draai door richting de volgende zaak, dat is tevens de Star Wars. Het type rotor. Ook gebouwd bij Iron Rides. En ja. De ene keer staat hij met zijn naambord hoog. En de andere keer staat hij weer met zijn naambord heel laag. Ofwel heeft hij tweedelige trust erop staan, bijvoorbeeld als nu. En de andere keer met eendelig trust. Dus ja, het is best wel apart dat ze hem heel vaak doen verstellen. Hè? Waarom, dat weet ik niet. Maar ja, echt leuk van die moving heads die ze erop hebben zitten sinds Cam's in Beard. In ieder geval dat ik ze erop heb zien zitten. Tevens hebben we hem ook in Beard voor het laatst gezien. Maar gedaan in Wiegen. Ofwel de Star Wars van Swinkels. Een echte hele leuke rotor om te zien en om te doen. Super druk! En nou gaan we door richting de volgende zaken. En die staat helaas daar stil. En we komen bij de volgende zaak. De Sevens de Powerwave van Van der Veen. En Monster 3. Schwarzkopf van die Power Schwarzkopf. Het laatst nog gezien op Eindhoven. En daar tevens ook een onrijds op gemaakt. Een off-rijds op gemaakt. En tevens staat hij altijd wel een beetje vastgeroest hier. Op de najaarskermis, op de skihaven. In Rotterdam. En draai door richting de volgende zaak. Dat is tevens de Swinging Coaster. Vroeger rees hij onder Van Dam uit Bergen op Zoom. Maar nu tegenwoordig onder Veldhuis. Een nieuw exploitant. Dus ja, ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. En we draaien door daar richting de volgende zaak. Dat is tevens de Ghost Villa van Sittema Klem. Voor het laatst gezien bij mij op de Roosendaalskermis. Het heeft ook op verschillende andere kermissen. En ja, vanaf andere kermissen kan je een onrijdje vinden op mijn YouTube-kanaal Disco Coast Community. Van de Ghost Villa van Sittema Klem. En nou gaan we richting een paar mooie autoscooters toe. Die we daar al zien staan. Ja, dames en heren. Opstelling is daar even totaal iets anders. Want meestal staat Ghost Villa altijd een kwartslag gedraaid. Eigenlijk richting de booster, waar de booster nu staat, staat meestal die kant op gedraaid. En er staat hier zeg maar een breakdance, maar ook verschillende andere zaken hebben hier staan. Dus ja, nou is echt weer een steekje wat ze hier hebben gecreëerd. Er komen hier nog een minicars tegen, of een miniscooter van Oversteken. Dat laatst van mij nog op een Roosendaal gezien en verschillende kermissen. Dan komen hier nog de Gamonix tegen van Arjaans. Een rustbaan
wat laatst nog gezien bij ons in de hoofdstad, Den Bosch, Hertogenbosch. En nu staat hij hier zijn rondjes te draaien. Meestal staat altijd de Bidule hier van Kortem, maar die zit in een hele restyle, omdat hij net door Arias is opengekocht. En nu staat dus de Gamenex hier. Dus ja, leuk dat ze hem doen afwisselen. Dus ja, nou, dus een rustbaan in plaats van een Bidule hier. Maar ik hoop volgend jaar de Bidule onder Arias te kunnen en mogen aanschouwen op een van de volgende Nederlandse kermissen in 2023. En draai door richting de volgende zaak, en dat is namelijk Cars for Stars. Een uitscooter, ik dacht van Ekkerboom, dat ik niet te zeggen. En ja, er is sinds kort ledverlichting op de ramp gezet. Was volgens mij op de voorjaar niet, durf ik niet te zeggen, maar ja, leuk dat ze deze uitscooter bijhouden. Tevens staan hier uitscooters op van Bert Tervel, ook tevens de laatste scooters. En nou zien we ook een beetje het dak, is ook best wel leuk, rijk op het gul. Sowieso op de rand, zeg maar, van de scooter, ziet er best wel leuk uit. Dat doet me denken aan de scooter die we in Krefeld hebben gezien. Daar is ook, zeg maar, op de onderste rand verlichting op zitten. Het ziet er echt leuk uit. Dus ik ben benieuwd naar de toekomst, wat de toekomst zal gaan brengen qua randverlichting onder in het dak. Of dat het ook naar net zal gaan, of dat er rookmachines in zullen gaan komen. Maar ja, de toekomst zal het ons leren. Maar ja, leuk dat ze hem echt lekker goed doen bijhouden. En nou gaan we door richting de laatste zaken. En dan gaan we naar een project eind. Ja, dames en heren, zo komen we bij de volgende zaak. Dit is het project eind van Bartling Subcoma. Dit heeft de bunnen gebouwd bij KMG uit Nijmegen. In Nederland. Het laatst nog gezien op de kermis in bed. Het stond op een leuke plek. En tevens ook op de kermis van Den Haag op het Malieveld gedaan. En deze staat tevens qua uitstraling. En rit bij mij op de tweede plaats, op de eerste plaats de Showtime. Tevens daarbij op de derde plaats de Chaos, die gaan we straks weer even zien. Maar als dit komt naar binnenkort, Onrijk en Onrijk van online. Maar ja, deze staat dus bij mij op de tweede plek als het gaat om uitstraling. Waar rit show op de derde. En dan gewoon echt naar mijn eigen mening. De Showtime van der Wiel. De mooiste en de beste Efteling van Nederland. Zijn bij mij op een verdiende eerste plaats. En zo draaien we door richting de volgende zaak. En tevens de Brainers number 1 van Hoefnagels. Tevens is de Park number 2. Voor de eerste keer dat ik hem eigenlijk hier op Rotterdam zie. Op een van de weinige keren dat ik hem op Rotterdam zie. Want meestal staat Zuiderwijk hier altijd vast. Op de tijdens het najaar. Voor het laatst ook bij mij op Roosnaal gezien. Tevens Beert en verschillende andere kennissen. Het is een leuke breakdance om te zien op de douche. Maar qua ja, show kan er wel wat meer rit mee. Qua rit kan er ook wel wat meer mee, persoonlijke mening. Maar deze is ik zat een jaar zat kruisen. En dat maakt hem heel lekker, goed en soepel. En het is een leuke breakdance om te zien en op te doen. Maar bij mij staat hij wel in de top 10, maar net niet top 5. Maar het is een leuke show te zien. En wat te doen, de Brainers van Hoefnagels. En zo draai ik door richting het einde alweer. Alleen ik mis de exploitant zelf, die meestal altijd als ik voorbij kom, dat hij roepie roepie zegt. Nou, dat mis ik. In ieder geval, het is een hele leuke loterijzaak om te zien, om te doen. Verschillende kermissen gezien,
Tevens ook even bij mij op de Roosendaalse een gokje gewaagd. En ja, wat met een paar mensen waar ik toen even mee op de kermis liep. En een leuke prijs gewonnen. Daar wil ik Frank echt voor bedanken. Want de mensen waar ik mee liep, die hadden echt heel veel geld aan uitgegeven. En ik vond het echt heel nobel van de exploitant dat hij een kaartje met, ja, die van stapel met ons had verwisseld. Waar een kaartje in zit waar je dus of New York, of Rio de Janeiro, of Shanghai mee kan openscheuren en dan een prijs kon winnen. Daar wil ik hem echt van harte stikken voor bedanken. Maar het is een hele mooie loterijzaak om te zien. En natuurlijk, ja, om te scheuren. En dan gaan we naar de overburen. En dat is namelijk Stevens Los Escape Adventure van de Haan. Een hele mooie loopzaak. Ja, niet echt van de fabrikant, maar echt eigen bouw. In ieder geval op verschillende kermissen gezien. Maar echt sinds een stuk of 2, 3, 4 kermissen hou ik ineens heel veel van loopzaken. En sowieso is deze heel mooi gedecoreerd in een laboratorium. Nou, we gaan even een rondje opmaken op Los Escape Adventure van de Haan. En dan gaan we richting het einde alweer, helaas. Maar de on-ride walkthrough van Los Escape Adventure van de Haan, die komt later op de YouTube kanaal Discussie Community, volledig online. En ja, je moet hier zeg maar de rode knoppen indrukken om tijd te kunnen winnen. En dat is het leukste aan deze hele mooie gedetailleerde loopzaak. Maar in ieder geval later op dit YouTube kanaal de volledige on-ride walkthrough van Los. En dan gaan we echt richting het einde toe, helaas. En zo van Los Escape Adventure van de Haan / Beekveld. Ja, het is wel nog steeds een hele leuke, mooie funhouse. Een avonturenhuis om te doen. In ieder geval, je moet echt een hele goede uithuisvermogen hebben. Want het is ongeveer, denk ik, pak een meter 5, 10 of 15 seconden per rode knop. Maar ja, je moet echt een hele goede inhoudsvermogen hebben. Ik weet zeker, een paar jaar geleden toen ik zelf corona had en ik zou dit doen of een ander funhuis doen, dat ik helemaal buiten adem en tot los buiten kwam, dat ik het gewoon de energie van weg had. En zo gaan we door richting de volgende zaak. Steven de Razorama van Daniel de Voer. Deze wel nog onder hem. Degene die in Breda staat, tegenwoordig sinds een paar maanden niet meer. Die is nou reist om de box. En ja, dit was dus de allereerste Razorama op Nederlands vaste bodem. En het is wel nog steeds een mooie om te zien. En zo gaan we door richting de uitgang, helaas. En dan komen we hier de andere Pinday tegen, ofwel Teddy. En deze is dan van Harms, die bij ons op de Roosendaal heeft gestaan. Ofwel, hier staan twee Pinday's heel dicht op elkaar. Alleen hier hebben ze niet van die platen staan. Het microledje erop, die ze op Roosendaal wel hadden. Echt alleen puur die randverlichting hebben ze hier. En verder vrij weinig eigenlijk. Maar het is echt een speltje die je niet moet onderschatten. Ofwel, een pingdate en deze dan toevallig van Harms. Maar we gaan nou richting uitgang en richting Breda voor een zaak. Nou dames en heren, nou gaan we dus richting Breda toe. Weer even richting het Chasséveld voor één attractie. Rotterdam najaar. Het was weer een leuke editie, een mooie editie. Even wennen qua plekken, dat anders stond opgesteld. Maar de meisje is altijd wel leuk, een andere opstelling. Maar ik had vernomen op de kermis in Amsterdam, ik dacht Amsterdam-Osdorp, zijn er een paar keer akkefietsjes geweest. En door die akkefietsjes heeft de kermis deze hele week telkens om 7 uur moeten sluiten in plaats van 10 of 11 uur, terwijl dat meestal de sluitingstijden zijn. Ik heb vernomen dat hier in Rotterdam ook een paar keer is voorgekomen dat er een akkefietsje is geweest. Maar echt wel mensen, laat elkaar met rust. En
het is altijd een klein groepje die het voor de rest verpest. Want het is niet nodig, geweld op een kermis. Een kermis is voor iedereen en dan moet je geen ruzie gaan schoppen, trappen of weet ik wat. In ieder geval, laat elkaar lekker met rust. En de exploitanten hebben het al zwaar gehad de afgelopen paar jaar. En dan dat de kermis in Amsterdam hier gelukkig niet een paar uur eerder moet sluiten, nou, het slaat echt op alles. Leuk dat mensen zwaaien. Ja. Nee, maar we gaan dus nu richting Breda toe, in het chausseeveld, even rondje Toxic draaien. En daar ga ik iets meer vertellen, want ik speciaal eventjes naar het chausseeveld toe gaan voor de Toxic. En daarna gaan we door terug richting Bergen-op-Zoom. En daar helaas het seizoen afsluiten van de kermis 2022. Maar ik zie jullie in Breda. Nou, dames en heren. Waarschijnlijk als je het nu gaat zien. Ja, hierboven. We zijn nu in Breda beland. We hebben nu de dag voor de avond omgewisseld. In ieder geval, we zijn dit weekend ook weer een uur achteruit gegaan qua klok. En Rotterdam was weer een leuke editie, wat ik precies zei. En lopen we even richting Chausseeveld toe. Speciaal voor één zaak. Speciaal. Want is namelijk een zaak van een exploitant waar ik heel goed bevriend mee ben. En die krijgt volgend jaar een hele mooie zaak. In ieder geval waar ik denk van, dat is eigenlijk gewoon een natte droom van een kermisfan. Of een attractiefan. Want de zaak die we nou eventjes op Chausseeveld gaan doen, daar kan ik ook hele mooie on- en off-rijbeelden van zien. Zometeen. Is namelijk de Toxic van Nick Mone. En Nick Mone uit Tilburg, Krakenstad, die komt volgend jaar. In ieder geval, ik denk van, dit is gewoon een natte droom. Want dit soort zaken die reizen alleen maar in Frankrijk rond, Duitsland en noem het maar op. Maar Nick Mone heeft er eentje op de kop getikt. En dat is eigenlijk ook al meteen de grootste. En dat is namelijk een Pegasus 30. In ieder geval denk ik van, nou, het zal wel lang duren terwijl ik een Pegasus tegemoet ga komen. Moet ik naar Duitsland toe? Nou, die van Storzer. Ofwel de Blackout. Dat is namelijk een Pegasus 16. Maar nee hoor. Het was echt een hele grote verrassing toen ik het afgelopen week op Facebook voorbij zag komen. Ik weet wel nog dat Nick foto's aan mij heeft laten zien van een nieuwe zaak. Maar het was helemaal ingezoomd. Of een tweedehandse zaak, maar voor Nick totaal nieuw. Even wachten bij de zebrapad, meisjes. Ja, kunnen we over even door. In ieder geval, de foto die Nick mij liet zien. Ik dacht van, dat is iets van een boosterachtige zaak. Een megadance-achtige zaak. Die we onder zeg maar Clam hier in Nederland hebben gehad. Ofwel de Devil Rock. Of een breakdance, een mengeling daarvan, dacht ik zoiets. Maar niet wetend dat het dus een Pegasus 30 is van Technical Park. Hey, hoe super vet is dat? En denk ze dan zo van, Nick, waar ligt het extreme de extreme van de kermisattracties? Maar in ieder geval, echt een super verrassing. Ik had het echt niet verwacht dat er in Nederland een Pegasus 30 van Technical Park zou gaan komen. Echt niet verwacht. Maar in ieder geval, we lopen nou lekker richting Chausseeveld toe. Ik zou zeggen, geniet daar lekker van de on- en off-ride beelden van de Toxic. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de review van het Chausseeveld, die afgelopen week is online gekomen. Ik hoop dat jullie daarvan hebben genoten. Maar ik zou zeggen, enjoy de on- en off-ride beelden van de Toxic. I am
eventjes bijkomen van de hondje Toxic. Had net even lekker een ritje van Nick, van de master himself. Ik kijk nou al uit naar volgend jaar, naar de Energizer. Stevens, de booster, die van onder de poorten gaat reizen. En doe het maar op. Echt. Ik kan er nog steeds niet geloven dat volgend jaar hier in Nederland een Pegasus 30 gaat reizen. Echt. Dat is gewoon een natte droom van iedere kermis, pretpark en attractiefans. Maar we gaan nu terug richting Bergen op Zoom toe. Dan gaan we lekker het seizoen afsluiten. In ieder geval het kermisseizoen gaan we afsluiten. Met het pretparkje gaan we nog eventjes door. Met leuke bezoekers aan magische... aan Toverland met de magische winterweken. We gaan even naar Walibi toe. Naar... de winteropstelling van Walibi. Ik ben niet hoe ze het zullen gaan doen. En misschien wel even naar de winterheffing toe. En daarna zien we het wel. Maar ja, het rondje op de Toxic was heerlijk. Echt lekker full speed. Lekkere combinatie. Skierrit, t-show. Ja, we staan niet gewoon bekend om. Ja, ik ben benieuwd naar de ervaring op een Pegasus. Ofwel een Pegasus 30 van Technical Park. En dan genaamd de Energizer. Daar ben ik echt heel benieuwd naar de thematisering. Maar niet kennende gaat het echt goed komen. Maar ik zie jullie zometeen in Bergen op Zoom. Ja, dames en heren, zoals jullie zien loop ik nou weer in de binnenstad van Bergen op Zoom. Richting de Grote Markt gaan we de laatste zaken doen van het seizoen 2022. En daar ga ik tevens ook afscheid nemen van een wipje die ruim 4 à 5 jaar hier in Nederland heb gerezen onder familie De Poorter, ofwel de Beach Party. Ofwel met zijn bekende zin van, zit alles nog op zijn plekje? We gaan een lekker rintje erop maken. En ja, dan gaan we helaas ook seizoen 2022 afsluiten. Ja, dan gaan we wel nog door met vlogs vanaf Toverland. Misschien de Efteling, Walibi met de winteropenstelling. En vlogs gerelateerde vlogs die bij deze tijd passen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van de overige paar beelden. En dan gaan we helaas afscheid nemen. Hier vanaf Bergen op Zoom, vanaf de kermis waar de meeste exploitanten wonen van Nederland. Van de
hij gaat gelukkig niet naar het buitenland toe. Ik zou zeggen, enjoy the beach party onder Blokker, de nieuwe exploitant die er nu achter zit. Hoppa, oké, hij begint al lekker, wow! Jesus, meteen vloggen, wow! Oké! Dit gaat al wel veel beloven. Hoppa, zo! Hij doet het eigenlijk niet slecht voor het begin. Oké, wow! Zo! Zo! Hij doet het echt niet slecht! Het is de eerste keer dat je nu al draait. Geweldig. Echt onvoorstelbaar. Hij trekt het echt meteen lekker op de gaspedaal vol open. Lekker hoor. Wow. Sam, top guy. Wow. Lekker even langzaam tot rust komen. En geen kinderspel, meteen vol gas. En dan gaan we weer. Hoppa, airtime, lekker. Zo. Heerlijk. De rit is al leuk. Wow, wow, wow. Zo, hoppa. Zo, lekker hoor. Wow. Wow. En dan weer even lekker langzaam, rustig. Misschien meteen vol gas open. Ja, daar gaan we. Hallo. Zo, zijn ritten zijn nog goed. Hoppa, het is echt goed. Hoppa. Het is echt geen kinderspel onder hem, onder Blokker. Zo. Drum! Pa-da-pa-da-pa-da-pa-da! Lekker! Wow! Oh, zo! Oh ja! Echt onvoorstelbaar! De nieuwe exploitant draait hem nou al geweldig! Hey, heerlijk! Ofwel, hoe moet ik het niet te missen? Oh. Hoppa! Nou, en dat voor zijn eerste rondjes. Voilà! Wow. Zo. Oh. Hoppa, zo, lekker. Oh, joh. Oh, heerlijk. Okay. Hij maakt... Nog eentje dan, nog eentje dan. En dan gaan wij naar huis. Hoppa! Hoppa, zo. Hij laat echt geen gras open groeien. Echt geen kinderspel. Zo. Ja, dames en heren. En dit was dan de beach party onder Blokker. Ik ben heel benieuwd naar volgend jaar. 2023. Hoe hij hem dan op de kast zal hebben. En noem het maar op. Zo, hoppa. Meteen lekker even doortrekken. Heerlijk. Zo, wow. Hij laat er echt niks overheen groeien. Echt niet. Heerlijk. Oh, zo. Maar dit was hem dan. De Beast Party. Nou tegenwoordig onder Blokker. Voorheen onder de Poorten. Daar gaat het. Gelukkig. Dat was het. Ik zou zeggen, tot aan de outro. Ja, dames en heren, hierbij hoop ik weer dat jullie hebben genoten van deze leuke vlog session review. Vandaag 4 kermis bezocht, dan hierbij op zo als afsluiter met de Beast Party. Dus niet onder de Poorten. Ik was bang dat hij naar het buitenland was verkocht, maar gelukkig dus niet. Hij gaat dus vanaf volgend jaar reizen onder Blokker. Ze hebben heel veel kermissen. Ik heb net met de exploitant gaan sparen.
gesproken. Ze organiseren iets van 60 kermissen rond Noord-Holland, Friesland en die omstreken. Maar ja, ik ga toch wel de stem van de poorten hier op mensen van bijvoorbeeld. Het zit alles nog op zijn plek nu. Dat je zo echt het meeste gaan missen bij deze rit. Maar ik ben echt heel benieuwd naar de toevoeging wat Blokker ermee gaat doen. Echt heel benieuwd naar. Qua tennis onderuit, qua rit, qua show, qua uitstraling. Ik ben echt benieuwd wat gaan ze ermee doen met de beach party. En zo gaat ook helaas dit kermisseizoen weer ten einde 2022. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de leuke reviews die ik heb voor je mogen draaien. Hier in Nederland, België, Duitsland. Nou gaat helaas het winterseizoen beginnen. Ik ben benieuwd wat zal de magische winterweek het ook aan te brengen gaan hebben. De winteropenstelling in Walibi. Misschien de winterheffing die we gaan opzoeken. Nog allerlei andere leuke winteractiviteiten komen we hier neer te gaan. Dan gaat helaas na december, januari ook het parkseizoen een beetje stoppen. Dan hou ik jullie alleen maar een beetje puur up-to-date in Toverland, rond Avalon en noem het maar op. Maar als je het nog niet hebt gedaan, vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op dit nieuwe kanaal, Discuss Community, abonneren voor de leuke reviews, vlogs, onreis en offreis vanaf kermis en pretparken. En hier vanuit Bergen op Zoom wil ik alle Nederlandse kermisexpertanten bedanken voor het leuke seizoen 2022. En ik verheug me er al op seizoen 2023. Maar dat zullen we zien over een halfjaartje. Maar ik zou zeggen, tot de volgende keer en houdoe. En stay safe.